De dienst der invoerrechten en accijnzen beschikt binnenkort over een nieuw kantoorgebouw. Binnen 10 maanden moet er aan de Abattoirweg een modern state-of-the-art gebouw verrijzen. De eerste steenlegging vond plaats op vrijdag 27 september. Als je jezelf brengt op het niveau van een individu, je functioneert beter als je eigen huis hebt. Als je geen zorgen hebt van mijn god, ik word elke keer weer eruit gezet. Of er is een mankement, maar het is niet van mij. Komt die man het voor me maken, komt het niet voor me maken. En omdat het toch wel haven, douane, niet veel kostte, niet marktconform was, zag de gebouwen er verschrikkelijk uit. En als je moet gaan naar een moderne organisatie, dan moet je ze in een moderne plaats huisvesten. Dit is een organisatie die verantwoordelijk is voor de belangrijkste inkomsten van het land. En die kan je niet in een miserabele toestand laten. Dus vanaf mijn aantreden ben ik bezig weer met upgraden, standaarduitrustingen, materialen aanschaffen, wagenpark verbeteren, huizen opzetten, maar ook gelijk werken aan een eigen plaats. Het is een mijlpaal. Ik ben er ongeveer 26 jaar al binnen de organisatie. En we hebben altijd strijd geleverd hiervoor. En nu is het moment. En ik denk dat elke ambtenaar, ik kan praten op dit moment voor elke ambtenaar, vooral de ouderen onder ons, die weten dat we strijd hebben gevoerd, dat het gewoon een geweldig moment is. Het is gewoon een topprestatie wat hier wordt neergelegd vandaag. U begrijpt, zeg, kijk, waar je werkt, moet je sowieso als je thuis zit. Je bent bijna eenmaal 24 uur op het werk. En elke dienst streeft ernaar om een eigen huis te hebben, een eigen dak boven je hoofd, een eigen woning, gebouw. Maar dat heeft de douane nooit gehad. Als u eerder bij de douane bent geweest, dan zou u zelf zien hoe gebrekkig we zijn ondergebracht op de verschillende afdelingen. En de douane die bestaat meer dan 150 jaar. We zijn het hart van de economie. Het is toch niet de bedoeling dat we zo blijven. Dus we zijn blij dat tenminste dat deze minister, dat hij heeft getrokken, dat hij hiermee is gekomen, omdat we steeds strijd hebben gevoerd. Dit is gewoon, het geeft een prettig gevoel. Zelfs als mens, als je eigen dak boven je hoofd hebt, ben je blij, want daarvoor werk je toch? Hoe meer ruimte we hebben, hoe ruimtelijker we kunnen denken, hoe beter we kunnen faciliteren. Zodat iedereen die met ons te maken heeft, de klanten, maar ook de staat, datgene krijgt waarop ze recht hebben. Dat is belangrijk dat we een eigen huis hebben, zodat we de zaken goed kunnen beoordelen, naar buiten kunnen treden en de facilitering dusdanig aanpakken. Dat met compliance gedachten, met alles wat er omheen, want we hebben dan de ruimte. Ik zeg altijd, hoe meer ruimte je hebt, hoe ruimtelijker je kan denken. En geloof ik wel dus dat niet alleen de inkomsten verhoogd zullen worden, maar dat we de staat geven wat de staat moet krijgen.